In deze video speel ik Fortnite Hide and Seek met 52 kijkers. Iedereen moest Tilted Towers droppen en dit is ongeveer hoe dat eruit ziet. En mocht je nou denken, ik kan me vast beter verstoppen dan deze spelers, join dan af en toe eens een keer de livestream en kijk of je het beter kan doen. Oké, ik ga wel meteen eventjes de plekken checken die vorige keer heel populair waren. Ja, ja, hallo. Thomas, je bent de eerste. Gefeliciteerd of zo. Hey, what up? Cedric, what up, my dude? Dat was een beetje zielig, want hij was best wel zichtbaar van onder. Maar je kan dat natuurlijk nooit heel goed checken. Er zitten nog meer mensen. Nice. Oh, wat goed. Lekker, jongens. Goed bezig, goed bezig. Bij deze boom zitten ook heel vaak mensen, zo hierin. Dat is ook een hele verstandige plek. Oh, ik hoor nog wel... Ja, ik hoor hier binnen mensen. Oh, er is hier gesloopt. Hallo? You. Dit is niet helemaal de bedoeling, dit gat hier in de muur. Ik weet dat je het misschien wilde renoveren, maar... ik denk niet dat de mensen die dit gebouw daadwerkelijk hebben gekocht het kunnen waarderen. Maar niet uit. Hier zitten volgens mij ook wel eens mensen. Ja, dat dacht ik al. Hallo. En aan de andere kant dan weer niet. Oké, okay. Dat was jammer. Oh shit, de storm! Oké, okay, je mag nu officieel Tilted uit. Vanaf nu mag je Tilted uit. Ja, dat heb je dus ook. Soms zit de cirkel gewoon totaal niet mee. Want nu hebben heel veel mensen de kans om langs mij te komen. Zoals je hier ziet. Hallo. Ja. Magie de Blokken, wat een goede naam. Alleen iedereen weet natuurlijk heel goed hoe ze uit mijn beeld moeten blijven. Dus dit wordt echt heel pittig. Waarom moest de storm nou weer tegenzitten? Tilted Towers, hide and seek is zo leuk, gast. Hey, hallo. There you go. Hallo. Fuck. Mijn handen zijn heel koud. Dankjewel, kippenschotel. De aim is niet met mij vandaag. Ik heb trouwens ook... Oeh, hey, hallo. Ja, ik hoorde jou. Ja, ja, dat is pittig. Bananenflapper. Is dat... Dat lijkt heel erg op een naam die ik ken toevallig. Misschien een andere YouTuber of zo. Geen idee. Dus. Oeh, ik dacht heel veel dat iemand was. Oh, de vogel heeft deze persoon verraden. Dat vind ik zielig. Hallo? There you go. Oké, okay, misschien had ik niet de MK moeten pakken. Dat is nog pittiger voor mijn aim. Alright. Even kijken, waar moeten we heen? We kunnen hem best wel een beetje noordelijk pakken misschien. Want, ja, ik zie daar al iemand. Het is ook een beetje mijn eigen regel. Als ik iemand zie, dan ga ik er ook gewoon volledig voor. Want dan ben je erbij eigenlijk. Ik ga jou even buten. Weet je wie je bent? Oh god, nee. Nu gaan mensen dat doen natuurlijk. Ja, nee. Buut kaaskoning. Bij deze. Pff. Jeetje. Ik moet nog flinke aimtraining gaan doen hier zo. Ja, dit wordt lastig. Want dit is natuurlijk het punt waarin... Zoveel mogelijk mensen, like de 39 mensen in deze cirkel is echt heel pittig om te vinden. Natuurlijk hebben we deze guy. Nick, die is de lul, dat is jammer. Maar het wordt vanaf dit punt wel heel moeilijk om nog nieuwe mensen te spotten, ben ik bang. Oh shit, we moeten echt ver! Oh jee. Maar dat is chill voor mij, want nu kan ik heel veel mensen spotten daar. Oh, dat wordt leuk. Tilted liep Duncan langs mij, serieus? Ah ja. Maar dat krijg je. Het is zo chaotisch daar. En natuurlijk, al die mensen zitten op één punt. Het is dan heel moeilijk om iedereen te pakken. Dat is ook meestal met... Als ik dan Hide and Seek upload, dan zeggen ze... Ja, daar, die minuut. Daar was je langs ik eigenlijk. Toen dacht ik, ja, maar er zitten 20 man, bro. Hoe moet je dat allemaal meemaken? Ja, niet. Dat is bijna onmogelijk om het allemaal te killen. Ik zit alvast safe. Ik dacht, weet je wat? Ik ga gewoon een beetje vooruit lopen op iedereen. Want iedereen moet hier toch heen. En dan ga ik even proberen wat mensen te snipen die in de cirkel moeten komen. Slim toch? Of is dat niet slim? I don't know. Ik zie daar nu al iemand. Kijk. Dit is heel slim. Oh, mijn een. Oh, mijn god. Ah, moet ik... Wait, daar zat iemand. Holy shit. Wacht even, what the fuck? Ik had hem helemaal niet door. Oh, dat was echt heel... Sneaky jij. Ik weet niet eens wat jouw naam is, gast. Maar dat was wel heel goed. Even omhoog. Kan je hier op het... Ja, je kan op de rock chillen. Oh, dat is cool. Hi. Ja, je bent... Hey, dat is Rey Skywalker. Oh mijn god. Had je naar de dark side moeten gaan. Oké, okay, dus. Die ene guy is ontsnapt daar, of niet? Oké, okay, ja, dit wordt het punt waarin iedereen gaat zeggen... Ja, daar zit iemand. Er gaat zoveel op mijn scherm gebeuren. Ik heb geen idee. Ik ben nou trouwens helemaal vergeten dat ik wel gewoon kan bouwen. Dat was ik oprecht helemaal vergeten.
Het zit gewoon zo niet meer in mijn systeem dat dat kan. Eigenlijk moet ik dit ook met een eye tracker doen, hè? Bedenk me nu. Dat is wel lachelijk. Oké, ja. Ik wist het. Er is altijd hier iemand bij de rand, hè? Je sneaky bastard. Ja. Ik mis ook 2 shots. Jammer, Stan. Goed geprobeerd, gast. Goed geprobeerd. Nice try. Zit hier nog meer mensen? Teddybeer? Nee? Ik heb een keer trouwens dat ik in een battle hier zat. En dat ik gewoon per ongeluk zo omhoog zat. En toen wist de guy niet meer waar ik was. Maar dat, je kan daar blijkbaar gewoon boven zitten. Dat is echt... Het kan ook zo makkelijk. Ik weet ook niet... Oh! Was dat hem? Nee, dat was niet eens de bounty. Oh mijn god. Is dit hem? Ik ga die struik skippen. Fuck it. Oh. Dat was de bounty. Ik had een bounty op de flash. Oh nee, Barry Allen. No. Komen loungepads nog terug? Dat zou echt chill zijn. Gewoon portable loungepads. Of portable rifts, dude. Ik mis portable rifts echt heel erg. Wacht even. Zien we daar? Ja. Ik zag jou. Wat was dat? Was dat op een... Was hij aan het lopen of rennen? Ah, hij is gewoon aan het rennen. Oh, hij heeft wel shield. Oh jee. Ik wanneer ik 1 klein regeltje overtreden zie... Oh, hij heeft de regels overtreden. Hij moet dood. Kom hier. Jij bent er best wel dik bij, gast. Hier, en die vogel ook. Oh, dat is een paardenvogel. Cool. Allee, ja, nee. Het is klaar met jou. Wacht, is dit een ander? Ik weet niet of het een ander was. Ik herken even de skin niet op deze range. Misschien was het wel dezelfde. Zou er nog iemand hierin zitten? Gewoon dat ze dan denken van... Oh, die heeft hij al gecheckt. Laat ik hier gewoon in gaan zitten. Oh! Good spot, gast. Good spot. Oh, fuck. Good. Fuck. Alright. Fix dit. Ik mag natuurlijk bouwen. Stik er maar in. Oh, waarom ga ik zo hoog? Dat is niet de bedoeling. Nee, ja, weet je wat het ding is? Ik ga wel echt elke hoek hier checken, hoor. Denk ik. Hallo? Aha! Oh, 2! Oh, het goed. Aha, aha. Ja, en dan deze. Aha. Oh, sorry. Ik wilde je eigenlijk je dansje wel af laten maken. En dan hier nog. Oh, niet eens. Oké, jammer. Er is ook echt bijna alleen nog maar water hier. Er is bijna niks. Bro, hoe dan? En het wordt ook nog eens mistig. Serieus. 28 man, hè? Even de realisatie. Dit is 28 man. Ik hoorde jou. Ik hoorde jou. Oh, huh? Ik hoorde jou niet. Ik hoorde jou ook. Zardardian? Ik ga je 1 ding vertellen. Als jij niet had geëmote, dan had ik je niet door. Hé. Hey. En daar loopt nog iemand. Die hoorde ik ook. Ik ben wel trots dat ik dit nu doe zonder die audio cues. Oh, dat is lullig. Want ik zag jou. En daardoor heb ik die andere gevonden. Oh, weet je wat ook een ding is? Ik ga dit meteen checken. Ja. Je kan hieronder. Ik wist het wel. Ja, kijk hoeveel mensen er zitten. Hoppa. Ja, daar ga je. Oh, nee. Lasse eet pizza. Not the pizza. Oh, ja. Onder de boot. Ook goeie. Jesse. Nice try. Zo, als dit geen crowned win wordt, joh. Ik heb trouwens 32 elims. Hoe goed is dat? Oh. Ja, ik zag jou. Oh, kom op, ik moet je even snel killen, want anders ga ik dood door de storm. Pff. Dat moment wanneer de seeker bijna doodgaat. Whoops. Ja, ik kom jou nog even halen. Wacht even. Jij was erbij. Meneer achter de steen. Juist hem. Fair and square. Nog hier iemand? Nee. Bro, 18 man, hè. 18. Sowieso dat er nog iemand binnen zit, dat moet wel. Hallo? Niet? Oh, wacht, ze kunnen ook nog daar zitten, hè? Bij de mainland. Zitten ze gewoon... Oh, ze zitten gewoon random in het water. Dat is zo obvious dat ik er niet eens over nadacht. Wacht, ik doe wel even met deze AR, dat is beter. Meer damage. Jammer, fluit. Oh, daar komen ze, zie je? Ze komen nu allemaal zwemmen. En dat is waarom we hier hide. Oh, jee. Oh, bro, dit is zo moeilijk te zien. Oh, serieus? Ik zie daar nog... Ik zie zoveel dingen gebeuren. Ik zie daar iemand. Ik zie jou. Er zitten meerdere mensen erachter. Oké, ik kom jullie halen. Jullie worden opgehaald van de crash. Wat zitten ze nou hier allemaal achter? Oh my god. Please. Mijn aim is zoutzakken. Dank je. Mijn aim is letterlijk een stuk zout. Fuck, waarom is dit zo moeilijk? Juist. Jij bent erbij. Nog 12! Waarom zitten hier allemaal in het water? Oh.
Daar zitten nog mensen. Hi. Kut, ik moet even reloaden. Moment. Jezus, wat veel. Juist, jou heb ik. Ah. De bullet damage is zo laag. Dank je. Oh, ik kan beter gewoon met de combat SMG schieten. Ik heb ook bijna geen ammo meer. Ja, dit is lastig, want ik heb jullie inmiddels allemaal wel gezien. Maar het is... Like, wie gaat er dood is een beetje de vraag, toch? Oké, weet je wat? Ik ga even mijn ogen dicht doen. En de eerste persoon die ik zie ga ik killen. Jou. Want dat is nog het eerlijkst. Oh, ho. Jij hebt ook een gun vast trouwens. Dus jij mag sowieso niet winnen. Hakker man. Oké. achter de crate, creatief. Gotta admit. Jij dood. Wat hebben jullie veel health allemaal, joh. Ongelooflijk. Jij gaat heel... Oh. Jij moet dood. Oké, cool. Ja, dan zijn er nog drie, waarvan twee hierachter. Jij raakt in paniek, dus jij mag... Oh, jij hebt sowieso shield, dus jij moet sowieso neer. Laten we gewoon de persoon die geen regels heeft overtreden proberen te laten winnen. Zullen we dat doen? Deze is sowieso vervelend. Kijk hoeveel shield hij heeft. Dat is toch niet normaal. Hoppa. En nog één keer. Dank je. Ziek. Heb jij shield? Ik ga jou even één keer raken. Kom eens hier. Oké, jij hebt geen shield. En dan hebben we de laatste guy. Die heeft ook geen shield. Ja, dit is moeilijk nu. Nee, oké. Weet je wat? Jullie hebben allebei gewonnen. Ik weet niet wie jullie zijn. Maar we kunnen niet meer één winnaar hebben nu. Dat vind ik stom. Rensman gefeliciteerd. En Stefan Munster. Oh man, wat een fucking chaotische game. Jezus.